Dus goedemiddag allemaal, welkom bij de webinar Online Leren. Even jullie een vraag stellen over in welk onderwijsniveau dat jullie lesgeven. Dus normaal gezien zou je nu een poll op het scherm moeten zien. En dan kan je heel eventjes aangeven waar dat je werkzaam bent. Gewoon om een idee te krijgen voor ons van wie er voor ons aan het volgen is. We zijn op dit moment ook weer over de cap van 100 deelnemers. Ik zie het nog altijd optellen, dus heel fijn dat jullie zo talrijk afstemmen om onze webinars te volgen. Dus als jullie heel eventjes willen stemmen, ik zie dat er 61 mensen gestemd hebben van de 103. Dus we gaan nog heel eventjes wachten tot de anderen ook gestemd hebben. Ja, oké. Ik zal de resultaten ook eventjes met jullie delen. Dus 5% kleuteronderwijs, 41% zijn actief in het lager onderwijs, 5% in het buitengewoon, 19% in het secundair, 6% BUZO, 17% volwassenonderwijs, 1% DKO en een andere, dus dat kan hoger onderwijs zijn of nog iets anders. Oké, dat geeft ons een mooi beeld van wie er aan de andere kant actief is. Ik ben Katrien, ik werk voor Toonnet, technologieondersteund levenslang leren. En ik zal de webinar begeleiden. Toonnet maakt sinds vorig jaar onderdeel uit van Klassement. En de collega's van Klassement zijn ook achter de schermen actief. En we zullen misschien heel eventjes onze video opzetten, collega's, om ons ook te laten zien wie dat er hier achter zit. Dus Davy, Tina, Jan zijn ook klassementcollega's. En dan de webinar wordt ook samen met Nederland georganiseerd, D-Learning. Inge is ook mee moderator om al jullie vragen te beantwoorden. En de bedoeling is dat jullie de vragen gaan stellen via de Q&A. Onderaan, zodanig dat we die later ook kunnen capteren en jullie een uitrol kunnen bezorgen via Klassement. En dat geeft een handiger overzicht dan de chatbox. Dus laat jullie vooral niet tegenhouden om de Q&A te beantwoorden. We zijn met 6 collega's om die te beantwoorden. Dus laat u gaan, zou ik zeggen. Oké. Ik kan iedereen ons goed horen, Katrien? Misschien even de vraag stellen. Ah ja, misschien even inderdaad of dat jullie ons goed kunnen horen. Als jullie ons goed horen, steek dan even uw handje op naast uw naam. Dan hebben we daar ook een goed overzicht van. Ik zie het heel hard optellen, dus blijkbaar in orde. Wij krijgen heel dikwijls de vraag binnen van ja, hoe is afstandsonderwijs ontstaan? En we worden daar nu een beetje lichtjes toe gedwongen. Hè? Maar waar komt het eigenlijk? Voor een deel onder jullie is het ook zo dat dat niet nieuw is. Namelijk in het volwassenonderwijs en in het hoger onderwijs, universiteit, wordt dat al bijna 12 jaar of langer zelfs ingericht. Maar meestal noemt het daar gecombineerd onderwijs en een mix van contact en afstand. Nu helaas, door de omstandigheden, valt dat contact weg en is alles op afstand onderwijs gericht. En wij verstaan onder online leren vooral het inzetten van ICT om vaardigheden te oefenen. Ook belangrijk om mee te nemen durende het komende uurtje. Het grote voordeel van afstandsonderwijs is, en dan van online leren, is eigenlijk dat leerlingen plaats- en tijdsonafhankelijk kunnen gaan werken. Maar zet daar zeker wel een deadline op, want zonder deadline gebeurt er dikwijls ook niets. We gaan straks ook dieper daarop in, hoe je daar kan mee omgaan. Maar dat zijn toch wel zaken die belangrijk zijn, die een deadline van ik verwacht jouw taak of jouw reflectie of wat dat je ook vraagt van de leerlingen tegen een bepaald moment. Nu, als je voor afstandsonderwijs komt te staan in tijden van nu, dat dat zo plots uit de lucht komt vallen, zijn daar uiteraard heel veel vragen. En van hoe pak ik dat aan, waar vind ik daar richtlijnen rond en zo verder. Ik ga jullie heel eventjes meenemen naar een website. De PowerPoint komt ook straks jullie richting uit, dus geen paniek, je krijgt die PowerPoint. Tenzij dat je op je eigen, als je ingeschreven bent, geen mailadres hebt achtergelaten of een foutief mailadres, dan kunnen we dat niet
nasturen. Maar we gaan wel ons best doen om dat bij jullie te krijgen. En dan ga ik hier even het juiste scherm delen. Voilà. Nee, hij wil niet uit mijn PowerPoint gaan. In de hoop dat hem het nu... Nee. Ik zie de website van Allo nu, Katrien. Ja, dat zou ook moeten, Davy, dat je die ziet. Ja. Ik ga heel eventjes daarop inloggen. En normaal gezien zien jullie nu dat ik ingelogd ben. Klopt dat? Nee, we zitten op een pagina van Zoom. Oké, dan zetten jullie... Dan ga ik ze toch naar daar moeten zetten. Ja, twee schermen is soms handig daar, en soms al heel onhandig. Ja. Klopt. Dus op die manier, IWT Allo is een project geweest dat gelopen heeft met diverse universiteiten, UGent, KU Leuven, VUB. En is afgerond geweest een tweetal jaar geleden, waarbij dat men onderzoek deed naar afstandsonderwijs, wel binnen het volwassenonderwijs, maar het is zeker ook terug te vertalen naar het secundair onderwijs en zelfs naar basisonderwijs, sommige principes. Ik zeg niet alles, maar er zijn toch wel principes die voor alles gelden. En dan denk ik bijvoorbeeld daaraan aan de 7 bouwstenen. Nu, 7 bouwstenen waar afstandsonderwijs best aan voldoet, lijkt veel. Hè. Je zal ze ook niet alle 7 tegelijk kunnen gaan waarmaken. Maar bijvoorbeeld, probeer toch om af te stemmen met de persoonlijke leefwereld van je leerlingen, je cursisten, je studenten. Dus puntje 1, authenticiteit is toch wel een heel belangrijke. Dat je ook kijkt naar de noden, dat die aangepast zijn aan de individuele cursisten toe. Dat ze flexibel zijn. Dat je interactie inbouwt, dat je momenten van reflectie inbouwt. Die zaken kan je in elk onderwijsniveau toch wel rekening mee houden. Hier vind je ook 4 aandachtspunten terug, weer die flexibiliteit, ook het sociale interactie bevorderen. En hoe ga je dat doen? We gaan zelfs ook door een aantal tools doorlopen die dat we kunnen aanreiken daarom. Maar hoe ga je leerlingen, studenten, cursisten toch wel... Ook dat sociaal contact, ook al is dat op afstand, hoe ga je dat toch wel aanpakken? Hoe ga je het leerproces kunnen ondersteunen? En hoe ga je daar een veilig klimaat voor maken? Want dat is ook een zeer belangrijke, dat het dus een veilig leerklimaat is. Dat leerlingen zich daar goed bij voelen. En dat het ook een klimaat is waar je bijvoorbeeld ook goede afspraken maakt en zo verder. Ik ga niet te diep in op deze website, maar zeker een bron van informatie om eens te bekijken. Ook naar het begeleiden en ondersteunen op afstand zitten daar zeer goede zaken in. Als ik dan terug switch eventjes naar de PowerPoint... dan is er ook een map gemaakt binnen Klassement of hoe pak je dat aan en een aantal oefeningen, een aantal goede praktijken. Ik ga ze nu niet openklikken, maar dat is zeker ook de moeite om eens naar te gaan kijken voor hoe kan je de volgende dagen, misschien weken, nog aan de slag gaan. In Nederland is er ook een heel mooie infographic gemaakt rond tips en tricks voor online leren. We kregen ook vragen binnen van, hoe kan je mensen op afstand motiveren, blijven motiveren om toch dingen te gaan doen. Daar wordt hier ook op ingespeeld. Hier gaan ze eigenlijk 4 grote punten naar voren schuiven. Dus tijd, energie, samenwerking tussen docenten naar voren schuiven. Dus kijk wat er bestaat, spreek af met een collega en maak dingen samen. Het hoeft niet allemaal flashy en met heel veel toeters en bellen te zijn. Maar zorg wel voor een heel goede structuur. Dat komt ook bij leerlingen zeer goed aan. Probeer zoveel mogelijk dus in een klein team te werken. Met 2 is veel beter dan alleen te werken, deze dagen zeker. Probeer ook een activerende en een effectieve didactiek toe te passen. Structuur, regelmaat, plannen komen we straks ook nog op terug. Hè. Maar kies als school 1 communicatietool en niet 20 verschillende, want dat komt voor leerlingen en zeker eerste, tweede graad, secundair, lager en kleuteronderwijs heel moeilijk over als er verschillende kanalen worden gebruikt. Hè.
Formuleer je opdrachten zeer duidelijk, ook een hele belangrijke. En die betrokkenheid, hoe ga je daarop kunnen inspelen? Probeer nabij te zijn in die zin van probeer de schooluren bereikbaar te zijn op eender welke manier. Dat kan via een chatbox zijn die openstaat. Dat kan zijn dat je een groepsbijeenkomst organiseert waarbij iedereen heel kort vertelt waar dat hem mee bezig geweest is. Dat kan ook via mail, dat kan via een forum, dat kan heel veel vormen aannemen. Maar probeer die betrokkenheid op die manier toch wel vast te houden. Daarbij hoort uiteraard dat je heel duidelijk afspraken maakt. Hè, dat je bijvoorbeeld zegt van, dan ben ik bereikbaar en alleen maar dan. Probeer feedbackmomenten in te lassen en stimuleer ook een gezond dagritme. Bijvoorbeeld dat je zegt van, ja, het is niet de bedoeling dat bijvoorbeeld leerlingen van een lagere school, als je school om 8:30 begint, dat die beginnen met oefeningen te maken tot 3:30 s'avonds. Dat gaat geen enkel kind van een lagere school kunnen. Dus in een van de webinars die georganiseerd is door OVSG was Martijn Valken aan het woord en die zei van, als je leerlingen lager onderwijs, jonger dan 8, een uurtje per dag voor school kan laten werken, dan hebben zij de inspanningen van een ganse dag achter de rug. Omdat ze zo geconcentreerd bezig gaan zijn. Zijn ze tussen 8 en 12 is de raad van 2 uurtjes per dag en boven de 12 ongeveer een 4 uurtjes per dag. Dus dat is toch wel ook een goede richtlijn die dat wij kunnen meegeven. Dan is er nog het verhaal van alle tools. Ik heb hier een voorbeeld meegebracht van Jane Hart. Jane Hart is een Engelse dame die elk jaar een top 100 maakt van allerlei tools. Deze afbeelding is van 2018, maar in 2019 heeft het ook gedaan. In 2020 kan je momenteel volledig insturen. Maar onze boodschap is daar, kies enkele tools eruit en ga niet zomaar met alle tools aan de slag. Daar is één op dit moment geen tijd voor, want je gaat daar heel veel tijd in verliezen in het zoeken naar tools en het proberen van tools. En ten tweede, ga je ergens hier belanden van ik zie de bomen door het bos niet meer, wat is nu voor mij de juiste weg en wat is een makkelijke tool dat ik dat doel mee kan bereiken. Ja? Want we gaan nog altijd vertrekken vanuit onze doelstelling om de juiste tool te kiezen en we vertrekken niet vanuit de tool om naar een doelstelling te gaan. Ja? We gaan eerst kijken van wat willen we onze leerlingen laten doen, welke doelstelling wil ik bereiken en welke tool zou daar eventueel een goede voor zijn. Bijkomend is daar ook heel belangrijk dat je kijkt, mag die tool wel gebruikt worden? Is dat wel kwestie privacywetgeving in orde dat ik die tool gebruik? We krijgen daar ook heel veel vragen rond op dit moment. Dus eerst en vooral start het al met, is de account noodzakelijk om met die tool aan de slag te gaan? Als een leerling een account moet maken en het is iemand onder de 18 jaar, heb je toestemming nodig van de ouders. Dat kan via het schoolreglement gaan, dat kan via een briefje waaruit het afgetekend is van oké, ik mag of die tool mag gebruikt worden. Is het iemand die boven 18 is, dan is het ook de toestemming nodig, maar dat is wel iets soepeler in die zin dat je dat rechtstreeks aan die persoon kan vragen. Heb je geen toestemming, dan mag in principe die tool ook niet gebruikt worden. Ja, dat is ook een belangrijk. Wat daar ook bij aansluit, is dat je bijvoorbeeld Facebook, WhatsApp, ja, in principe mag je die tool niet gebruiken omwille van dat iemand 13 jaar is, als ik het me niet vergis, moet zijn om die tool al te mogen gebruiken en ook dat je daar weer toestemming nodig hebt. Ja. Een andere is bijvoorbeeld, je hebt het misschien in het nieuws gehoord, dat de tool dat wij nu gebruiken, Zoom, vorige week een probleem had met GDPR, is ondertussen gelukkig opgelost. En was ook enkel in de gratis versie, dus niet in de versie waar we nu zitten. Het is een betalende account. Maar ook daar, ja, sommige tools hebben daar lekken en vooral in sommige toepassingen daarvoor kan dat een probleem geven. Op dit moment is het ook zo dat heel veel tools die normaal betalend zijn, het aanbod gratis maken omwille van het coronavirus. Maar wees daar ook van bewust dat als je nu een bepaalde tool kiest,
En dat is eigenlijk een betaaltool dat je ook wel op termijn die rekening gaat krijgen. In die zin, als je nu materiaal gaat maken met een bepaalde tool en je wil dat volgend schooljaar terug opnieuw gebruiken, want je hebt daar nu zoveel tijd in gestoken om dat te maken en volgend jaar een mix te doen en online toch wel verder te gaan, ja, dan zal je ook die tool moeten aanschaffen op dat moment. Dus kijk zeker ook van, oké, nu is hem gratis, maar wat gaat die tool binnen 2, 3, 4 maanden mij kosten als ik dat wil blijven inzetten? Zeker ook iets dat we willen meegeven naar de toekomst toe. Ja, en Katrien, een lijstje van al die gratis tools staat uiteraard op Klassement. Mm-hmm. Die hebben wij opgeleist. En ook in het dossier van Klassement staan ook een aantal tips over GDPR-veilige tools voor het onderwijs uiteraard. Vul ik even aan. Ja, zeker en vast. Ja. Ik ga het er ook zo dadelijk, als we in de tools gaan, telkens bijzetten dat hem gratis, niet gratis is en in hoeverre dat het kan en niet kan. Waar we ook heel veel vragen rond krijgen en nu ook weer mensen die vragen hebben ingestuurd, is van, ja, waar vind ik foto, video, audio fragmenten die ik mag gebruiken? Dus het linkje klassement.info help vrij. Vind jij websites waar je fotomateriaal vindt, dan denk ik aan bijvoorbeeld een Pixabay of een PictoSelector, waar dat je zonder enig probleem mag van gebruik maken. Ja? Dus dat willen we ook heel eventjes hierbij al meegeven. Dan kregen we de volgende vraag binnen via ons vragenformulier. Ik ben een vrij leek in technologie, maar ik wil een nieuwe leerstof aanbrengen in het derde leerjaar. Ja, op dit moment is het nog niet zo dat je een nieuwe leerstof mag aanbrengen. Maar alle waarschijnlijkheid zal dat wel kunnen na de paasvakantie, als de scholen niet terug open gaan. Dat is ook nog iets dat nog niet beslist is. Maar stel je dan inderdaad nieuwe leerstof mag aanbrengen voor een derde leerjaar, maar dat geldt evengoed voor een eerste of voor in het middelbaar. Kan ik dan nieuwe leerstof live uitleggen aan hen? En hoe kan ik dat dan gaan doen met doorgestuurde bladen van de methodes? Dus op dit moment zien wij heel veel vragen binnenkomen die dit ongeveer dezelfde vragen zijn. Je kan gaan webinars organiseren of live vergaderingen of meetings of hoe dat je het ook noemt. Er zijn heel veel tools voor. We hebben hier een heel kort lijstje opgesomd, maar er zijn er veel meer. SmartCool heeft 2 weken geleden SmartCool Live gelanceerd. Is momenteel een onderdeel van SmartCool. Dat is een mogelijkheid om live te gaan. Je hebt bijvoorbeeld ook Zoom.us, wat dat wij nu gebruiken. Wij hebben de betaalversie, maar je hebt daar ook een gratis alternatief voor dat momenteel geen slot heeft. Vroeger was dat de slot 40 minuten en je had gedaan met de gratis. Dat slotje is voorlopig weg. Je hebt ook gratis alternatief in Google Meet. En vooral voor de mensen die vanuit de school Google Suite for Education hebben, is dat een goed alternatief. Waarbij je nu tot 250 mensen in een meeting kan krijgen. En als het ingesteld is aan de achterzijde van Google Meet, kan het ook opgenomen worden. Werk je binnen de school met Office 365, is een alternatief Microsoft Teams. Je hebt Skype, je hebt Whereby en je hebt nog tientallen anderen die dat allemaal aanbieden. Het linkje in de presentatie brengt je naar allerlei stappenplannen om met die tools aan de slag te gaan. Dus we zetten daar ook wel extra op in. Een andere, zoals er straks gezegd, iemand die vroeg van ja, ik krijg in de verschillende groepen te zien dat Zoom niet in orde is. Klopt dit? Tot vorige week was er inderdaad een lek kwestie GDPR in de gratis versie. Nogmaals, enkel in de gratis versie. Maar dat lek is dus gedicht en zou opgelost moeten zijn. Dus kan het opnieuw wel gebruikt worden. Hoe weet je dat ik niet te snel ga als je iets online doet? Hoe kunnen kinderen in de klas kunnen dat zien dat ze het niet begrijpen? Maar online is dat moeilijker. Op dit moment is nog altijd officieel dat je enkele herhaling mag doen. Maar nogmaals, stel dat de scholen niet open gaan op 20 april, vermoeden wij dat nieuwe leerstof niet anders kan aangeboden worden. Dan zijn er een aantal technieken die je kan gebruiken. Je kan bijvoorbeeld via de chatfunctie aangeven van als je het niet begrijpt, stel je vraag daar. Bijvoorbeeld kan je ook werken, maar dan moet de tool toelaten met de handjes opsteken. Zoals ik er straks vroeg van, horen jullie mij allemaal heel goed? Handje omhoog, dat zijn zaken. De Q&A, als het erin zit. Dus er zijn wel heel wat mogelijkheden om die leerlingen toch wel te betrekken bij u online. Als je een online les zou geven,
Wij doen nu een webinar van ongeveer een uurtje, afhankelijk van jullie vragen. Maar naar leerlingen toe, en dan denk ik ook weer lager onderwijs, eerste graad, secundair onderwijs, doe het niet langer dan 10 minuten, maximum 15 minuten. Geef hen een instructie gedurende dat tijdslotje van maximum een kwartier. Laat hen dan bijvoorbeeld aan de slag gaan en misschien op het einde opnieuw nog eens even heel kort samenkomen. Maar ga niet ineens een heel uur, want mensen die moeten luisteren een volledig uur, je zal het straks ook zelf ondervinden. Dat is heel lang. Ja. Dus vandaar, splits dat op in hele korte stukjes. En spreek dat ook af met collega's, dat je dus zegt van ja, ik ga maandagmorgen 10 minuten met die klas, en dat de collega het dan misschien op een ander moment gaat doen. Andere tips bij die webinars of live meetings is, maak heel duidelijk afspraken. Ja. We hebben die afspraken nu vandaag niet gemaakt. We hebben eigenlijk die voor jullie gemaakt. In die zin, jullie hebben geen spreekrecht op dit moment. Jullie kunnen enkel de Q&A gebruiken, de chat gebruiken, handjes opsteken. Jullie kunnen geen video gebruiken. Dus dat zijn ook zaken die dat wij hebben achterliggend ingesteld. Doe dat ook en maak die afspraken met uw groep leerlingen. Bijvoorbeeld ook wanneer het scherm gedeeld wordt, wanneer niet. Welke software dat je gebruikt. Ook de meeste laten toe om opnames te doen. Maak die opname, maar hou dat zelf als begeleider in de hand. Laat niet leerlingen bijvoorbeeld iets gaan opnemen. Maar het is zeker waardevol dat je een opname doet als leerlingen er niet kunnen bij zijn. Maar zeker ook om beschikbaar te stellen om nadien opnieuw te bekijken. Wij doen zelf binnen Toonuit al jaren webinars. En wij stellen vast dat mensen heel dikwijls dat terug opnieuw gaan bekijken. Dat ze er nood aan hebben, aan een kort stukje, voor niet volledig, maar dat ze toch wel teruggaan naar de opname en naar hun ding gaan uithalen. We hebben meer tips daarover. Dat zit samen in een presentatie die dat we ooit gegeven, ooit een half jaar geleden hebben wij een webinar gedaan, hoe organiseer je webinars? En daar zitten nog meer tips in. Daar ga je bijvoorbeeld ook een tijdslijn om in terugvinden van hoe pak ik dat nu aan? Wat moet ik vooraf doen? Voor ik een webinar organiseer of een live meeting organiseer, wat moet ik daar net voor, in tijdspannen van, wat moet ik een uur voordien doen? Bijvoorbeeld aanmelden op uw omgeving, bij ons is dat aan Zoom. Zorg dat je daar op tijd bent. Zorg dat je presentatie open staat. Zo van die zaken vind je daar allemaal tips in terug. Dit vond ik vorige week in het weekend op Klassemaand een heel mooi voorbeeld van zo'n afspraakje, documentje. Afspraak in digitale klas. Dit is een voorbeeldje van werken met Microsoft Teams, maar het is zeker vertaalbaar naar elke andere soort online omgeving. Dus hier ook zet je digitale lessen om je microfoon op dempen als je erin komt. Alleen juf en meester of meester mogen aan het woord zijn. Gebruik zoveel mogelijk een headset om de echogeluiden te minimaliseren. Of ook als er plots in de ruimte iemand anders aan het woord komt en zo verder. Je kan het zelf meelezen. We gaan ook een linkje voorzien dat je dit terugvindt op Klassement zelf. Dus dat is een heel mooi voorbeeld hoe dat een school lager onderwijs dit heeft aangekaart. Een tijdelijk initiatief in Vlaanderen is praatbox.be, waarbij je eigenlijk kunt videobellen op een veilige manier, dus zonder WhatsApp, zonder Facebook. Je hebt geen account nodig. Als leerkracht maak je eenmalig een linkje aan. Je moet daar ingeven de naam van uw praatbox, de gemeente of de stad waar dat je in actief bent en nog een trefwoord. Dat linkje blijft beschikbaar en je stuurt dat naar mensen toe. En je kan op die manier videobellen. Het werkt heel vlot. Mensen kunnen dat op eender welk toestel aanklikken of naartoe surfen. De onderliggende website is Jitsi Meet, is een open source webinar software. Dus ook Jitsi Meet is een tegenhanger van Smart School Live, van Zoom en zo verder. Maar praatbox is echt de bedoeling om te gaan babbelen. Ja. We hebben het gezien dat het in de vorige webinars heel populair was nadien. En iemand stelde van, ja, ik heb het geprobeerd, maar op computer werkt het. Maar ik zoek elk een alternatief, want voor smartphone was het niet oké. Het werkt wel op smartphone, maar je moet er wat instellingen voor goed zetten.
En omdat we zoveel vragen binnenkregen na de vorige week, de webinars, heeft collega Bram dat eventjes netjes in een handleiding gestopt. Hoe dat je het op smartphone aan de praat krijgt. Dus ook dat geeft meer mogelijkheden. Er was ook iemand die zei van Google Meet kan niet op Apple. Google Meet kan perfect op Apple, is geen enkel probleem. Dus het moet niet op een Google Chromebook gedraaid worden. Het kan op elke computer gedraaid worden. Maar misschien wel best in de browser Chrome en niet in Safari. Dat zou een optie kunnen zijn. Een andere mogelijkheid is dat je gebruik maakt van Why Not. Why Not is ook een onderdeel van klassement. Hier is de case, leerlingen van 8 jaar zijn doof en ze kunnen niet vlot lezen en schrijven, dus we zoeken een platform. Maar eigenlijk gaat Why Not ook veel verder, dus ook voor lager onderwijs, zelfs eigenlijk ook een beetje voor kleuteronderwijs kan dit gebruikt worden. Als leerkracht maak je daar een account aan, je beheert dat. Je gaat een gebruikersgroep aanmaken waarbij je leerlingen toevoegt. En dan kunnen zij berichtjes sturen. En dat kan een soort van chatbox is het dan. Je kan je eigen chat organiseren en dat kan met of zonder tekst. Dus bijvoorbeeld voor kleuters kan dat ook met pictogrammen van Sclera of van Picto Selector. Maar je kan het voor het lager onderwijs perfect ook met korte tekstjes doen. Je kan geen video aanzetten, dus dat kan het platform nog niet. Maar het is wel een veilige manier om ook weer met de klasgroep af te spreken en elkaar te ontmoeten. Want je merkt toch wel, ik merk het hier zelf ook in mijn omgeving, van dat ik vanmorgen hoorde van ik mis mijn vriendjes op de school en we kunnen voorlopig niet naar school. Dus we willen toch wel weten hoe het met de vriendjes gaat. Dat zou ook een optie kunnen zijn. Collega's Nancy en Tony staan zeker klaar om, als je vragen hebt, hen even te contacteren en ze helpen jou verder. Een andere vraag die binnenkwam was van ik zoek een methode om summatief te toetsen van op afstand voor complexe wiskundeoefeningen. Online programma's hebben vaak te weinig toetsenbordfuncties. In sommige tools kan het wel, maar heb je kennis van LaTeX nodig. Ik weet bijvoorbeeld dat dat heel goed kan in Xerti, maar er zijn ook zeker andere tools. We hebben ook het linkje naar LaTeX even in de PowerPoint opgenomen. Er is ook iets nieuw, Socratic bij Google. Het zou ook een alternatief kunnen zijn, maar het is vrij nieuw en we hebben nog niet de mogelijkheid gehad binnen ons team van klassement om dat verder te bekijken. Maar het is wel beschikbaar. Dus er zijn mogelijkheden ook om wiskundige functies te gaan doen. Ik kom straks ook nog op een andere tool waar dat het ook mogelijk is terug. Een andere concrete vraag was van, ja, ik ben zelf leerkracht secundair onderwijs, maar nu moet ik heel wat combineren. Ik ben moeder van 2 kinderen. Ik heb een partner die zeer hard werkt in de zorg op dit moment. Dus eigenlijk ja, moeilijk op te rekenen. Hoe kan ik dat allemaal combineren? Taken opstellen, taken verbeteren en zo verder. Wel, enkele collega's van ons, ik heb nu Nicolas daar bijgeplaatst, heeft enerzijds een mooie planning opgemaakt. Je ziet de afbeelding ernaast staan, maar anderzijds ook een filmpje van hoe dat hij het organiseert om thuis te werken als leerkracht en nog 2 kleine kinderen rond te lopen. Maar heel veel dagschema's en planningen zijn klaargezet op klassement van heel wat collega's uit Vlaanderen en Nederland. Dus ga daar zeker eens snuisteren en pas zo'n planning toe. Ik heb ook al voorbeelden gezien op sociale media van beplakte deuren. Van als het lampje brandt, is mama of papa in online vergadering en mag je niet binnenkomen. De opties zijn dan en dan en dat. Dus er zijn heel wat voorbeelden te vinden om toch wel daar een beetje organisatie in te krijgen. Heel wat leerlingen beschikken niet over de digitale middelen. Ja. Wat zeker ook het geval is. En beperkte kennis van ICT. Dus elke les dat je op school was, moest je al helpen om berichtjes via SmartCool te sturen of de uploadzone. Je kan dat in video's aanbieden. Je kan je scherm opnemen met diverse tools. We hebben er hier 4 opgesomd, maar er zijn er heel veel meer. Waarbij je je scherm kunt opnemen. Je kan dat dan via linkjes mailen of SmartCool of welk ander platform
bezorgen. En op die manier kunnen leerlingen zelf aan de slag gaan en zaken gaan herbekijken, zo dikwijls als het nodig is. Een tool daarvoor is Screencast-O-Matic. Een andere, iets moeilijkere tool is Open Broadcast Software. We hebben ook een hele thema, video's opnemen en livestreaming, waar je nog andere tools gaat vinden, en Screencastify. Screencastify is een Google Chrome-extensie, dus die hangt in je Chrome, waarbij dat je video's kan opnemen van maximum 5 minuutjes. Maar ook dat is meer dan voldoende. En die kan je via de link naar leerlingen sturen, of die kan je via Drive naar leerlingen sturen, of via YouTube. Er zijn heel wat mogelijkheden. Ik heb er 1 tool uitgehaald om er eentje uit te halen, maar nogmaals, er zijn er heel veel andere. Ik zelf werk heel veel met Screencast-O-Matic om mijn scherm op te nemen. Je kan dat al dan niet combineren met de webcam. Of alleen de webcam opnemen, of alleen uw scherm opnemen. Maar waarvoor ik Screencast-O-Matic vooral kies, is als ik ergens klik in mijn scherm, dat er een gele markering op mijn scherm komt en dat leerlingen zien waar er geklikt is op dat moment. Met Screencast-O-Matic mag je maximum 15 minuten opnemen in de gratis versie. Je hebt ook links onderaan een kleine afbeelding dat het opgenomen is met Screencast-O-Matic, maar zeker niet storend. Het is geen watermerk over de video, het is een heel klein melding of een klein logootje dat erop staat. Je hebt als leerkracht geen account nodig, tenzij dat je wil opslaan op ruimte bij Screencast-O-Matic, dan wel. Maar je kan het ook downloaden als mp4, rechtstreeks naar YouTube sturen. Die mogelijkheden zijn er. Maar, want dat was ook een vraag, iemand die zei van, ja, hoe begin ik daar nu aan? Schrijf heel kort op wat je wil vertellen. Bijvoorbeeld, als je wilt uitleggen hoe de cursief knop in Word werkt, dat je bijvoorbeeld zegt van, ik typ eerst een tekstje, ik ga dan selecteren, heel kort een soort van scriptje maakt en dan pas gaat opnemen. Ja. Wees ook niet te kritisch voor jezelf. En dat bedoel ik mee, als je een te veel laat horen of je verspreekt jezelf, in de klas ga je dat ook doen. Dus begin niet telkens opnieuw. Hè. Dat is zeker niet nodig. Leerlingen pakken dat heel goed op en je filmpje is direct ook prima in orde, ook al heb je daar een foutje in gezegd of wat ook. Een andere vraag... Katrien, misschien wel een tip geven. Ik krijg persoonlijk zelf de vraag van, hè, hoe deel je dan die videobestanden? Want die zijn nogal vrij groot. Hè? Vaak honderden megabytes. Dat kan je natuurlijk ook altijd op YouTube plaatsen bijvoorbeeld. Of op de OneDrive of de Google Drive van de school. Ik heb al wel gemerkt dat ze vaak te groot zijn om bijvoorbeeld te delen via Smart School. Dus daarvoor is YouTube vaak wel een alternatief. En daar kan je ze ook verborgen zetten. Zodat ze alleen maar voor je leerlingen te zien zijn. Met een link. Ja, klopt. Dus dan zijn ze niet beschikbaar voor iedereen op het YouTube. Dan zijn ze enkel beschikbaar voor de mensen waar jij de link aan bezorgt. Een andere vraag die ons ook bij video brengt, is van, ja, ik geef een praktijkvak. Is daar ook een aanbod voor? Hoe pakken we dat aan? Ik zie daar verschillende dingen passeren. Ik zie daar bijvoorbeeld passeren video's die er zijn of zelf gemaakt zijn. Maar ik zie ook bijvoorbeeld hier de plaatselijke bakkerschool, zie ik heel regelmatig op Facebook dat de school een werkstuk post. En dat kan een taart zijn of eender wat, dat leerlingen thuis gemaakt hebben als opdracht. En dan wordt die foto doorgestuurd naar de school. De school zet dat dan op Facebook met leerling uit die klas. Heeft dat of dat werkstuk gemaakt. Dat geeft hen ook weer die betrokkenheid van, ja, ik heb iets gemaakt en er wordt ook wel iets vanuit de school mee gedaan. Dat is een mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld ook VDAB UdiTube. Dat is een website die gemaakt is door VDAB rond een aantal praktijkvakken. Zeker niet allemaal. En soms is het ook een beetje zoeken waar hoort het of waar vind ik dat nu bij. Maar bijvoorbeeld als je zegt van ik ben iemand die installatie elektriciteit bouw, kies nu maar iets. Dan kan je daar naar gaan kijken en dan zie je daar installeren van een CV, sanitaire verwarming en sanitair.
residentiële identiteit of brandertechnieken. Bijvoorbeeld, ik wil hier residentiële, duurzaam bouwen. En op die manier, als ik doorklik, kom ik op filmpjes. Dat zijn filmpjes die ook op YouTube staan. Maar op YouTube ga je heel ver moeten gaan zoeken om die ergens boven te halen. Hier zijn zij gebundeld. Als ik ze begin af te spelen, kan ik ook rechts onderaan op YouTube klikken. En wordt er op die manier, kan ik ook het filmpje gaan gebruiken. Je zag helemaal in het begin, als ik heel eventjes terug ga, zag je hier aan de rechterkant ook tevoorschijn komen een aantal cijfertjes, precies een telefoon. Dat is niet voor ons, dat is voor de mensen van VDAB, die weten welke code ze moeten hebben voor een bepaald filmpje. Bij elk filmpje, ik zou bijvoorbeeld hier bij visverwerking gaan kijken, elk filmpje heeft hier een code links van boven. Mensen die bij VDAB werken, kennen die codes en typen in en komen bij het juiste filmpje uit. Wij kennen die codes niet, dus vandaar is dat zeer handig dat ze ook met tegeltjes beschikbaar zijn. Maar het is een zeer uitgebreide collectie van materialen die beschikbaar staan op YouTube, maar ook op het gewone... Je kan er zeker ook inspiratie op doen om misschien zelf iets gelijkaardig te maken als praktijkleerkracht, denk ik. Hè. Ja. Misschien niet zo professioneel, maar met een webcam en een laptop kan je al veel. Ja, zeker en vast. En zeker ook, schrijf dat ook uit, hè. Wat dat je wil gaan filmen, wat dat je bijvoorbeeld... Ik heb nu de voorbije weken ook allerlei patronen van mondmaskers zien passeren, uitgeschreven in een heel document. Maar je zou dat perfect kunnen doen met een filmpje. En dan kan je in- en uitzoomen afhankelijk van de software. Ja. Software die hier bijvoorbeeld niet genoemd is, waar ik nu spontaan aan denk, is bijvoorbeeld Active Presenter. Die hebben ook een gratis pakketje, ook een betalen, want met gratis kan je het ook. En dan kan je voor praktijkvakken heel goed in- en uitzoomen. Ik heb zo vorig jaar een school begeleid, mode. We hebben toen enorm veel video's gemaakt, alleen zij hebben die gemaakt met tablet. En dan in- en uitgezoomd op bijvoorbeeld naden en zo verder bij het naaien. Om op die manier, cursisten waren dat dan, het was volwassenenonderwijs, om op die manier video's te maken, maar toch wel zeer duidelijk laten zien wat moet het eindresultaat zijn. Ja? Dus Active Presenter zit niet in de presentatie, maar voor de mensen uit de praktijkvakken zeker een mooie om te bekijken. En de gratis versie voldoet zeker. En ik denk inderdaad dat je als leerkracht soms een beetje moet loslaten. Hè. Je leerlingen iets meer vrijheid geven en een juiste instructie. Bijvoorbeeld op mijn school is er een leerkracht koken die nu regelmatig een instructiefilmpje maakt hoe zij haar ingrediënten bereidt. En dan uiteraard vraagt om de maaltijd. En op het einde toont ze even een maaltijd die bereid is. En ze geeft nu regelmatig de opdracht aan haar eigen kinderen om dat thuis ook te maken. Dus op die manier moet je gewoon een beetje vrijheid geven en wat omgekeerd gaan werken. En voor biologie bijvoorbeeld een insectenhotel gaan bouwen in plaats van effectief de lessen. Hè. Dat is een beetje creatief zijn als leerkracht, denk ik. Ja. Ik hoor ook dikwijls de vraag van, ja, we hebben geen leerplatform, we hebben geen Smart School, we hebben geen ander platform. Hoe kunnen we dan toch wel onze leerlingen via één plek bereiken? Dat kan bijvoorbeeld via Padlet zijn. Padlet is eigenlijk een soort prikbord, het klassieke prikbord aan elke muur vroeger in de klas. Waar dat je posters en zo op pinde. Eigenlijk is dit de digitale vorm waar dat je teksten, documenten, foto's, links kan opplaatsen. Je kan dat exporteren als PDF of als Excel, maar eigenlijk kan je gewoon naar de leerlingen of naar de ouders toe de link doorsturen. En zij kunnen dan daarop de opdrachtjes vinden. Maar zij kunnen, als je dat toestaat, want dat is wel zo dat je dat moet toestaan als leerkracht, ook erop reageren. En dan kan dat bijvoorbeeld zijn, ik denk nu concreet aan kleuteronderwijs. Je zegt van, binnen 2 weken Pasen, maak eens een paaskorfje. En je geeft de opdracht op een Padletbord. En je vraagt dan, van als je het gemaakt hebt, post dan hieronder de foto van dat korfje. En dan zie je enorm hoe creatief kinderen, met hulp van de ouders waarschijnlijk wel, daar mee aan de slag gaan. En je hebt ook direct de
de interactie, die betrokkenheid, doordat zij die foto posten. En dan kan je bijvoorbeeld andere kinderen laten, vind ik leuk, ze zijn dan hartjes in Padlet geven, waarbij dat je ook ziet van, ja, er is interactie, want ze vinden het van elkaar leuk. Hè. En ze hebben ook weer die contacten van, ah, vriendje X heeft dat al gemaakt, dus ik ga dat ook maken, en zo verder. Jij hebt als leerkracht een account nodig voor Padlet. Padlet is beperkt gratis. In die zin, je kan 3 prikborden gratis maken. Heb je er meer nodig, is het een betaalaccount. Maar 3 prikborden zijn toch al wel iets waar je mee aan de slag kan. En ik heb ook al mensen die de truc toepassen. Van, ik maak mee een ander mailadres nog een Padlet bij aan. En ik heb er weer 3. Ja. Maar een heel toegankelijke tool om te gaan doorgeven. Een vraag daarbij die ook binnenkwam bij Padlet was van, we hebben een Padlet per klas aangemaakt. Het was een lagere school, dacht ik. Waarin leerlingen heel leuke dingen posten. Er is echt veel zaken die erop komen. Maar er zitten ook auteursrechtelijke zaken bij. Zoals foto's, filmpjes, muziek. Kan dat niet. De Padlet is wel geheim en er is geen wachtwoord op. We hebben een hele kleine link genomen, herkenbaar iets voor leerlingen om makkelijk te bezorgen. Is dat auteursrechtelijk in orde? Helaas. Hier is het ook opletten met auteursrechten. Al wat publiek staat, valt onder auteurswetgeving. Ik heb er ook het linkje bij gezet waar je alles vindt om in orde te zijn met auteursrechten. Maar ook daar probeer hen te overtuigen van foto's en filmpjes te gebruiken. Als dat filmpjes zijn die op YouTube staan, dan is er geen probleem. Maar als dat filmpjes zijn die niet ergens staan waar je zelf uploadt, waar je weet van, ik schend hier het auteursrecht, let daar zeker mee op. Hè. Er zijn bedrijven bij die het internet afschuimen en boetes uitschrijven om auteursrechtelijke foto's. Het gebruik daarvan, dus let op als je het publiek zet, dat je zo niet in de fout gaat. Een andere omgeving naast Padlet is bijvoorbeeld ook Simbaloo, een mooi alternatief. Simbaloo zijn eigenlijk vierkantjes waar je ook linkjes achter steekt. Bijvoorbeeld als je zegt van, ik heb geen omgeving, maar ik heb hier een enorme digitale oefeningen gevonden en of ik gemaakt. En ik wil die toch wel op een eenvoudige manier via 1 linkje naar mijn leerlingen sturen. Dan kan je dat via Simbaloo. Je hebt dus bijvoorbeeld als je zegt van, ik heb oefeningen rond maaltafels, ik heb oefeningen rond de deeltafels, rond optellen en zo verder. Elk vakje is dan een oefening. Mensen gaan naar de Simbaloo toe, klikken op een vakje en krijgen de inhoud te zien. Daar kunnen ook filmpjes achter steken. Daar kunnen eigenlijk alles wat op het internet beschikbaar is achtersteken. Maar ook als je met Google Drive werkt, of met Dropbox werkt, of met Office 365, kan je ook achter zo'n vierkant blokje stoppen in Simbaloo. De Nederlandse tekenhanger is Jurls, is ook een website waar je alles bundelt en ook weer als 1 link naar je leerlingen bezorgt. Wat dat je hebt bij Simbaloo en bij Jurls, je kan niet opvolgen welke leerling heeft er naar, is er naartoe geweest of wie heeft daarop geklikt en zo verder. Dat kan je niet opvolgen. Een andere vraag die binnenkwam van, is er een tool waarbij ik kan vragen invoegen en waarbij leerlingen aan meteen moeten antwoorden, maar liefst iets anders dan Kahoot. Waarbij ik als leerkracht wel resultaten zie en niet alles live moet gebeuren en want niet elke leerling is op hetzelfde moment online. Dat is er zeker. Ik heb er een linkje bij gezet, wat bestaat er al? Ik dacht dat het iemand was die Engels gaf, die mij de vraag had doorgestuurd. Dus achter wat bestaat er al zitten Engelse materialen. Maar ik ga jullie meenemen naar de tool zelf. Een alternatief voor Kahoot is bijvoorbeeld Quizzes. En Quizzes is eigenlijk ongeveer dezelfde doelstelling van een speelse manier, een quizje geven, maar toch wel dat je achterliggend kan zien wie is erin geweest en hoeveel hebben zij gescoord. Als je met klassen werkt in Quizzes, als je het gewoon anoniem laat doen, dan loggen ze in onder een fictieve nickname en kan je het niet achterhalen. Maar ik ga heel eventjes naar Quizzes toe om jullie te laten zien hoe het in zijn werk gaat. Ik ben ingelogd in Quizzes nu. Dat zie je hier bovenaan.
Ik heb geen klassen, maar eigenlijk de eerste stap is om een klas aan te maken en daar eventueel je leerlingen aan toe te voegen als je het wilt opvolgen. Quizzes heeft veel meer voor het Nederlandstalig onderwijs aan boord dan eigenlijk Kahoot. En ook voor lager onderwijs tot eigenlijk volwassen onderwijs. Dan denk ik ook aan tweedekansonderwijs. Ook naar bijvoorbeeld Centra voor Basiseducatie, die gaan hier ook dingen op terugvinden. Ze geven altijd een overzichtje van wat voor mij interessant zou kunnen zijn. Alles is gerangschikt voor wiskunde. En de mensen die de vraag hadden over die iets meer gesofisticeerde wiskundetoepassingen, hier zit ook een vergelijkingseditor in, dus je kan hier ook moeilijkere functies aan toevoegen. Voor Engels, voor sociale studies, voor talen zit hierin, voor de wetenschap zitten hier zaken in, voor informatica zit hier een aantal zaken in. Dus je ziet dat daar voor kunsten zit daarin. Dus je ziet dat er wel een zaak is. Nu, dat is niet alles, want aan de rechterkant heb je een knopje waarbij dat je kan zien of kan je aangeven van ik wil voor bijvoorbeeld wiskunde meer bekijken. En dan krijg je alles te zien wat met wiskunde er al gemaakt is door collega's. Uiteraard kan je zelf ook een quiz maken hier van boven. Maak een nieuwe quiz en dan maak je zelf je eigen quiz aan. Als je nu bijvoorbeeld zegt van ik wil hier plus, min, maal, gedeeld automatiseren, rekenen, dan kan ik die quiz van de andere persoon gaan nakijken. En dan zie je dat deze quiz 2 jaar geleden is gemaakt. Dat zie je hier. Die is 2776 keer gespeeld op die 2 jaar tijd. Dus dat is ook al wel iets. Het is 4 keer tot een favoriet gemaakt. En ik kan hier alle vragen, en ik kan ook toonantwoorden aanzetten, om alle juiste en foute antwoorden te kunnen zien. Dan kan ik 2 dingen doen. Als ik die quiz goed vind, en ik zeg van oké, deze quiz is voor mij in orde, ik wil die naar leerlingen sturen, ik ga daar niks aan aanpassen, dan kan ik ofwel zeggen, ik speel die live, dan is het zoals Kahoot. Of je kan zeggen, wijs HW toe. En HW staat voor huiswerk. Op het moment dat je kiest voor HW, kan je instellen wanneer een deadline is. Nou, nu morgen al, vrij snel. En ik kan hier, als ik klassen heb, zeggen tot welke klas ik toewijs. En dan kunnen leerlingen die tot de deadline gaan spelen. Spelen ze meer dan 1 keer? Elke keer dat ze die spelen, wordt het resultaat opgeslagen. En jij kan het achterliggend gaan downloaden als een Excel-document. Wat kan je nog doen? Als ik terugkeer naar zoek een quiz. Ik ga bijvoorbeeld, wat gaan we nemen? Wetenschappen bijvoorbeeld eens nemen. Ja, en het verteringsstelsel willen we nemen. Ook daar, hetzelfde werkwijze, kan ik hier ook weer gaan kijken. Mijn fotootjes kunnen daarin, video's kunnen daarin. Deze is 2 maanden geleden gemaakt en bijna 230 keer bekeken. Stel ik nu zeg van, deze is goed, maar ik wil daar vragen toevoegen, vragen verwijderen, aanpassingen aan doen. Dan ga ik hier kiezen voor opslaan. En dan maak ik een kopie van de huidige quiz. Ja, ik ga die ook kunnen toevoegen aan een, voilà, ik heb even een verzameling gemaakt. Oké. Nu is die opgeslagen in mijn eigen ruimte. Dus ik heb die quiz voor mij een kopie van gemaakt. Als ik hier nu klik op bewerk, dan gaat hij naar mijn duplicaat toe en kan ik eender welke vraag door hier met potloodje gaan aanpassen. Ja. En kan ik zien, voor mijn leerlingen ziet het er zo uit. Op het scherm. En dan zie je voor mensen die wiskunde geven en de moeilijkere functies willen hebben, je hebt hier de FX voor wiskunde. En als je daarop klikt, heb je een basis en het gevorderde is een zeer uitgebreide functies die mogelijk zijn in quizzes. Ja. Ik ga er niet te veel op ingaan in het gebruik van quizzes, maar dat is zeker een mooie tool om te bekijken naar de toekomst toe. Ja, Catharine, komt inderdaad een paar keer binnen. Kahoot heeft deze functies ook, maar dat weten we denk ik inderdaad. Ja. Hè, dat, Kahoot is gewoon, we halen quizzes nu gewoon er even uit, omdat de meeste mensen Kahoot wel kennen. Mm-hmm. En ook bijna hetzelfde doet als quizzes, maar op een andere manier. Hè. Dus daarom even, ook even deze tool toegelicht. Ja, klopt. En de voorbeelden, dus de quizzen die gedeeld worden, zijn meer, er wordt is meer aanbod naar Nederlands toe. Dus naar Nederlandstalig onderwijs toe dan bij Kahoot het geval is.
Een andere vraag die binnenkwam was van hoe kan ik niet geanalfabiseerde cursisten en laaggescholden met een laag lees- en schrijfniveau ondersteunen. Daar hebben we zeker ook een aanbod voor. Ik heb hier de linkjes opgesomd, dus dat laat hoog vertalen. Daar ga ik straks eventjes dieper op ingaan. Maar ook Wablieft heeft daar een aanbod naar gratis luisterboeken en zo verder. En oefen.be heeft daar zeker ook een aanbod in. Maar ook daar kom ik straks uitgebreider op terug. Naar taalonderwijs is Flipgrid ook een hele mooie toepassing, waarbij dat je ook weer een afgeschermde platform maakt als leerkracht. En leerlingen kunnen daar video's uploaden. Dus jij kan je bijvoorbeeld zeggen van, maak een videotje wat je vandaag allemaal hebt gedaan, of wat je van het weekend hebt gedaan, of dergelijke meer, Nederlands of een andere taal. En zij kunnen dat op dat platform delen, en zij kunnen dan ook de filmpjes van de andere klasgenoten zien. Dus je werkt eigenlijk aan twee. Je werkt eigenlijk aan hun vaardigheden om te praten, maar anderzijds ook om het erop te zetten en contact te hebben met hun klasgenoten. Tot voor kort was het maximum 5 minuten per filmpje, maar vorige week is dat verlengd naar 10 minuten. Nu, ik ben niet zeker dat 10 minuten zal blijven, ook na coronatijden. Vandaar dat ik heb in de PowerPoint laten staan 5 minuten. Maar 5 minuten video voor leerlingen is al zeer lang, hè? En zeker om daarnaar te kijken, de bedoeling is echt dat ze heel kort een boodschap overbrengen. Maar het is zeker een hele mooie tool. We hebben hem zelf met ons team ook uitgetest. Op welke manier kan ik les- en leerdoelen bij elke activiteit bijhouden en evalueren? Ja, op dit moment zijn de lessen dus opgeschort en is het enkel herhalen. Maar we wachten een beetje af wat de toekomst gaat brengen. Gaan de scholen opengaan? Gaan ze niet opengaan? Vermoeden wij dat het inderdaad richting nieuwe leerstof zal gaan? En ook naar misschien naar een beetje toetsing. We gaan volgende week een aparte webinar organiseren rond het thema digitaal toetsen. Maar ook hier hebben we al heel wat verzameld. Dus je kan er alles gaan snuisteren. Maar volgende week komt er een aparte sessie rond hoe pak je digitale toetsen aan. Zoals heb ik er straks ook al eventjes verteld, hè, hoe begin je aan afstandsleren bij leerlingen van eerste, tweede leerjaar, was haalbaar niet. Hè. Belangrijk is die taakbelasting, dat ik er straks ook zei, van beperk dat tot minder dan 1 uur per dag voor kinderen jonger dan 8 en tussen 8 en 12 2 uur. Ik heb daar ook naar het onderzoek van de UGent bij monden van Martijn Valken gelinkt, zodanig dat je daar ook kan nalezen hoe dat het best aangepakt wordt. En wat dat wij zeker als mogelijkheid zien, is dus korte live sessies van maximum 10 minuutjes, waarbij dat je ook afwisselt wie aan het woord is om de concentratie zeker bij te houden. Dus dat je leerlingen betrekt, herhaalt, laat heruitleggen. Wat je zeker ook kan doen, is digitale oefeningen geven of ook offline oefeningen. Hè. Het is niet zo dat alles digitaal moet zijn. Ik hoor ook van scholen dat zij bundeltjes maken, die bundeltjes bezorgen aan de leerlingen en dat ze het gewoon op papier doen. Maar stel zeker ook wel een correctiesleutel ter beschikking van de ouders, zodanig dat ze weten dat ze goed bezig zijn. Dat motiveert zeker ook die doelgroep. Wil je zelf materialen gaan aanmaken? Bestaan er ook heel veel tools voor. Ik ga er 2 uitpikken. H5P is een mogelijkheid waarbij dat je digitale oefeningen kan aanmaken. Dan denk ik aan sleepoefeningen, aan oefeningen, interactieve invuloefeningen, essays en zo verder. Wat H5P zeer mooi heeft, is ook dat je oefeningen kan laten verschijnen op video. Dus je hebt een video van jezelf, van YouTube, van Vimeo. En je plakt daar eigenlijk oefeningen over. Dus het filmpje stopt op een gegeven moment. We moeten eerst een invuloefening doen. Het filmpje verder kijken. Als de oefening goed is gemaakt, mogen ze verder kijken. Is de oefening fout gemaakt, stuur je ze naar een bepaald punt terug. Dat ze terug opnieuw moeten gaan. Goed bekijken en zo verder. Dat is een hele mooie toepassing die H5P heeft. Wij zien zelf H5P een beetje als opvolger van Hot Potatoes, wat in Vlaanderen zeer bekend was. En vanuit Tonet hebben wij een server ter beschikking waar je als leerkracht mee aan de slag kan gaan, dus als gratis is. Maar H5P kan je ook installeren in de leeromgevingen Moodle, in de leeromgevingen Canvas, op een WordPress website of op een Joomla website. Via Tonet is het niet mogelijk om resultaten te zien. Via de leeromgevingen kan dat dan wel.
één kanttekening ook direct erbij maken. Al wat je binnen een installatie van H5P maakt, dus bijvoorbeeld wat je maakt binnen het server van Telnet, is ook beschikbaar om te hergebruiken door collega's en hergebruik enkel zoals jij het voorzien hebt. Tenzij dat je zelf zegt van anderen mogen het ook aanpassen, zoals een quiz is daar juist, dat het ook aanpasbaar is, dat kies je zelf. Een andere tool die dat wij ook in ons pakket hebben is Xerte, dat zijn leerpaden. Is iets uitgebreider in die zin dat je eigenlijk een leerpad zien wij als een begeleid zelfstandig werken, zodanig dat leerlingen, cursisten, studenten gedurende x aantal tijd aan een onderwerp werken. En dan kan dat met combinaties van tekst, met video, met interactieve oefeningen zijn. Dat kan ook adaptief zijn. Adaptief bedoelen we mee dat je op basis van een meerkeuzevraag leerlingen naar extra oefeningen kan sturen, naar herhalingsoefeningen of misschien binnenkort een nieuwe leerstof. De meeste auteurstools zijn zover dat ze adaptief leren ondersteunen. Wij ondersteunen op dat vlak met Xerte ook dezelfde manier, dus dat je een leerpad kan maken via de server van Telnet en in de leeromgeving kan hangen en als pdf resultaat kan zien. Dus zodanig dat elke leerling, afhankelijk van leeromgeving, maar bijvoorbeeld ik denk concreet aan Smart School, dat je kan vragen, upload de resultaten naar een uploadmap in Smart School. En dan kan je er ook meevolgen wie heeft dat gedaan, hoe lang hebben ze op die pagina gezeten en zo verder. Dat is ook een mogelijkheid. Er zitten ook schablonen in voor bijvoorbeeld een flip in de classroom te doen die in te vullen zijn of voor voorkennis te testen en zo verder. Voor lager onderwijs is er ook bijvoorbeeld Kinsey Kids. Dat is kant-en-klaar materiaal dat er gemaakt is door leraren en het openbaar terug te vinden is. Ook daar, het is oefenen, het is niet te kijken van wie heeft wat gemaakt en resultaten. Maar het is wel mooi moed oefenmateriaal. Je kan zelf ook McKinsey materiaal ontwikkelen, maar tijdelijk is dat gratis. McKinsey is in principe een betaald programma. Ja? Maar je kan daar ook oefeningen mee maken. Ook naar kleuters toe was een vraag binnengekomen en ik zoek bewegingsspelletjes voor ene kleuter van 5. We hebben hier wat linkjes ingestopt, dus je kan dat bijvoorbeeld doen met een mini-disco te organiseren, zoals collega Lien voorstelde. Of je kan het doen, zoals onze collega Nicolas zei, van organiseer een fitometer, maar verzin die samen met de kleuters als ze op een bepaald punt komen dat er 10 keer moet springen of en zo verder. Dus er zijn mogelijkheden voor. Ook daar kom ik zelfs iets uitgebreider op terug. Katrien, ik kan nog even vragen dat iedereen weet dat je onderaan in de Q&A zeker vragen kan stellen. Ik denk dat je het super duidelijk uitlegt, want er komen eigenlijk niet zo heel veel vragen binnen, dus dat is heel goed. Hè? Maar ik herhaal het nog eens even, de Q&A-knop onderaan kan je ons altijd vragen stellen en dan zijn er een paar collega's die proberen direct een antwoord te geven. Ja. Ik zie dat er iemand in de Q&A gevraagd heeft, hebben leerlingen login nodig voor Kinsey Kids? Nee. Dus er is geen login nodig voor Kinsey Kids als leerling te gebruiken. Zij kunnen gewoon de soorten, ja, ik ga nu oneerbiedig zeggen spelletjes, maar het zijn eigenlijk oefeningen, hè, aanklikken en ze kunnen aan de slag gaan. Maar je hebt dus geen mogelijkheid om op te volgen wie heeft dat nu van mijn klas gedaan en hoe dikwijls en zo. Dat kan je dan niet. Een andere vraag die ik nu zie binnenkomen is over Padlet. Ja, dus de vraag is, volstaat het alleen dat de leerkracht over een e-mailadres beschikt? Hè? Kan ik de Padlet-link delen met WhatsApp-verzendlijst? Ja, dus juist, leerkracht moet een account aanmaken en dus beschikken over een mailadres. Leerlingen moeten dat niet. En je kan via WhatsApp, via mail, via eender welke andere weg de link van Padlet delen naar cursisten toe. En dan hoeven zij niet over een mailadres te beschikken. Ze moeten enkel beschikken over een browser. En dan kunnen ze op een smartphone deelnemen aan Padlet, op een computer, op een tablet. Het maakt niet uit, ze kunnen deelnemen. Ja. Zij moeten dus geen account hebben, wat ook wel een mooie tool is. Maar nogmaals, het is beperkt tot 3 prikborden per mailadres dat je kan aanmaken. Een vraag vanuit het, ik denk, volwassen onderwijs of hoger onderwijs. Dus zeker niet voor, en zover zijn we absoluut nog niet, ook niet in die onderwijsniveaus.
Maar de vraag was van, ja, online onderwijs, hoe kunnen we fraude opsporen bij examens? Nogmaals, zover zijn we niet, dat we examens digitaal gaan laten verlopen. Hogescholen doen dat wel. En daar zijn mogelijkheden voor surveilleren op afstand. Dat is meestal via een ingehuurd bureau en kosten en zo verder. Ik heb het hier gelinkt naar een onderzoek dat gebeurd is in Nederland. In Vlaanderen hebben we wel Hogeschool Vives die dat al toepast. Maar nogmaals, dit gaan we niet zien in andere onderwijsniveaus dan het hoger onderwijs. En misschien in sommige volwassen onderwijs. Maar zelfs daar is het nog een vraagteken. Want zover zijn we absoluut niet dat we examens gaan doen via het online gedeelte. Dat zal op de school moeten gebeuren. Dan ga ik jullie heel eventjes meenemen naar de website Klassement, omdat we daar heel veel materiaal gebundeld hebben. En nog steeds bundelen. En omdat we ook merken dat niet iedereen de weg vindt naar alle materialen. Ik ga me heel eventjes aanmelden. Dus als je aanmeldt op de website, heb je hier al op de hoofdpagina direct wat te doen nu de lessen niet doorgaan. Daar hebben we een heel dossier klaargemaakt voor alle onderwijsniveaus. Je ziet activiteiten voor kleuters, activiteiten voor het secundair, voor het lager onderwijs, volwassenenonderwijs. Dus elk onderwijsniveau is daar op dit moment vertegenwoordigd, buiten het deeltijds kunstonderwijs. Maar ik heb mij vanmorgen laten vertellen dat daar ook verandering in komt, dat zij ook heel hard aan het werk zijn om dat er ook toe te voegen. Maar geef ons nog eventjes tijd om dat allemaal kant en klaar te prepareren aan de achterkant. Dus daar vind je heel veel materialen terug, zowel kant-en-klare materialen die je kan inzetten met je doelgroep, als zijnde ook stappenplannen om met tools aan de slag te gaan, als online tools waar we zeggen van dat kan je daarvoor gebruiken. Voor elk domein vind je daar zeker wel iets in, ook voor de opvang. Hulp voor ouders bij thuisopvang, zijn daar die schema's en zo verder terug te vinden. We kregen ook vragen rond cursussen blind typen, dus dat hebben we ook allemaal gebundeld. Dat is een dossier dat elke dag groeit, waar onze moderatoren elke dag zingen aan toevoegen, dankzij leerkrachten die zaken delen of die moderatoren die zelf materialen delen. Dus ga zeker regelmatig eens kijken op dat dossier. Nu als je, ik ga bijvoorbeeld hier klikken op eenvoudige tools om online oefeningen te maken, dan zie je dat er 26 leermaterialen zijn toegevoegd. En dan kan je elk leermateriaal, bijvoorbeeld CISO is er straks niet aan bod gekomen, is ook een bepaalde tool om te gaan gebruiken met fotomateriaal. Van het moment dat je zegt van oké, ik ga dat leermiddel bekijken, dan krijg je een detail. En dan zie je dat dit bestaat uit 4 linkjes. Maar ik heb nu geen tijd om dat te gaan in detail door te nemen. Ik wil dat misschien volgende week gaan doen. Of binnen 2 weken. Dan kan ik daar een favoriet van maken. En een favoriet betekent van ik sla dat op in mijn eigen account. Zodat ik het volgende week of binnen 2 weken, wanneer ik het graag nodig heb, dat ik het ook kan terugvinden. Dus als je een favoriet maakt. Ik heb heel veel favoriete mappen. Maar ik kan dan een favoriete map maken, webinar 30 maart bijvoorbeeld. En ik kan kiezen of ik die alleen voor mezelf beschikbaar stel, voor mijn collega die hetzelfde vakdomein geeft, en ik vind hier heel wat inspiratie op terug, maar ik wil dat ook met die collega delen, dan kun je beide favorieten toevoegen. Of ik wil het aan iedereen, met iedereen gaan delen. Ik ga het nu even met mij alleen, want deze map ga ik niet behouden. Bewaar. En als ik dan terugkeer naar mijn eigen profiel, favorieten, dan heb ik daar mijn favoriete leermiddelen. Dus dit heb ik nu een van de laatste opgeslagen en favoriet gemaakt. En ik heb hier ook mijn mapje, webinar 30 maart. Ik klik daarop en dan ga je zien dat dat leermiddel daarin zit. Ja. Dat is eigenlijk een beter manier om zelf je structuur te houden in hetgeen dat je misschien niet direct nodig hebt. Of misschien dat je zegt van, ja, ik heb dat wel direct nodig, maar ik wil het ook snel achteraf gaan terugvinden. Wat je ook kan doen, is als je leermiddelen hebt gevonden. En dan ga ik heel eventjes misschien toch terug naar het dossier gaan. En eruit halen
Bijvoorbeeld, ik heb hier spelen leren uitstekend voor een ontwikkeling door kinderen. Dan kan ik dat ook op die manier. Hier gaat ook een knop komen, die staat er nu nog niet. Maar dan zijn ze heel hard aan het werk, zodat je ook kan volgen. En komt er iets nieuw in deze map, dat je dat dan ook terug opnieuw kan weet van, er is iets nieuw toegevoegd tot dat thema dat ik graag zou hebben. Een andere manier waar dat heel veel mensen zeggen van ja, wij vinden het niet juist, want we moeten zodanig gaan zoeken, is het gebruik van onze deelsites. En als je op deelsites knipt bovenaan, ga je merken dat we dus deelsites hebben voor heel wat vakdomeinen. Bijvoorbeeld voor de laat hoog voor talen, heb ik er juist ook bij de vraag rond basiseducatie al eventjes aangehaald. Van het moment dat je klikt op de laat hoog voor talen, heeft collega Tina alles heel mooi in mapjes gestopt voor jullie, waarbij dat je kan zeggen, ah, ik geef les in lager onderwijs en ik wil rond Nederlands iets weten. Dan zie je dat hier Nederlands NT1 bedoeld is voor lager en secundair onderwijs. Je klikt daarop. Dan zijn er... Oei, daar is ergens iets misgelopen. Daar zou leermiddelen moeten inzetten. Ja, ik vermoed dat ze iets aan het updaten zijn. Even kijken naar moderne vreemde talen. Ja, daar is ergens iets mis met het... want er zitten overal leerpaden of leermiddelen in, dus er is ergens iets mis. Ik vermoed dat de programmeurs iets aan het updaten zijn op dit moment. Dus van het moment dat je daarop klikt, ga je ook per vaardigheid kunnen nog selecteren, per klas of per leerjaar kunnen selecteren en zo verder. Hetzelfde bestaat ook voor ICT op klassement. Dan gaat dat meestal naar de pedagogische of technische ICT-coördinator gaan, waar er heel veel stappenplannen voor tools zijn. Iedereen telt mee is een website voor specifieke onderwijsbehoeften die ook collega Nicolas voorziet van de nodige goedgekeurde leermiddelen. Voor STEM, als je op STEM klikt, ga je merken dat daar onderscheid is tussen wetenschappen, tussen wiskunde, tussen dual leren en zo verder. Dus als je dat voorgeselecteerde, ik ga misschien hier nog eens een proberen open te doen, zien dat daar leren. Ja, voilà. Dus dat zou bij de laat hoog voor talen ook moeten zijn. Dus dat je ziet dat er een aantal leermiddelen zitten en dan kan je hier bij de filters nog zeggen van ik moet het alleen, ik moet niet alle technologie hebben, maar ik moet bijvoorbeeld binnen technologie enkel de auto en architectuur hebben. En dan krijg ik al wat minder zoekresultaten. Maar collega's Ludo en Jamila werken daaraan om dat ook weer voor gesorteerd te krijgen. Als ik dan terugkeer naar mijn deelsites, is er daar ook een specifieke deelsite voor kleuter. Dus mensen in kleuteronderwijs, dat is de website waar je moet zijn. En dan zie je dat daar ook alles voor gesorteerd is door collega Peter. Bijvoorbeeld Lontalente. Je klikt daarop, je krijgt 117 leermiddelen. En dan kan je hier aan de linkerkant gaan zeggen van ik moet alleen maar de leermiddelen hebben voor leerlingen die 5 jaar zijn. En dan krijg ik er nog 115. Ja. Dus op die manier probeert Klassement toch wel ook aan de noden te voldoen en met voorgesorteerd materiaal te komen. Nog een belangrijke is, als je na de webinar van vandaag nog vragen hebt, op de homepagina staat er netjes in het midden, stel je vraag en krijg hulp. Dat is een linkje naar een forum. Stel je vraag daar. Er zijn heel wat mensen die daar een antwoord op kunnen geven. Veel meer dan je individueel op zoek gaat. Dus zet uw vraag gerust op het forum met bericht plaatsen. Vul je een titeltje in, uw berichtje in. En bewaar. Ze komt bij iedereen toe. En op die manier helpen we elkaar toch wel een pak vooruit. En voor ons is het ook handig dat de vragen daar komen. Dat als de vraag gesteld wordt, dat ze ene keer gesteld wordt en dat we daar op antwoorden. Tegenover dat ze via mail of andere kanalen misschien 10 keer opnieuw gesteld wordt, dezelfde vraag. Ik denk dat dan de meeste zaken... Wil je jezelf... Dat is ook nog een hele mooie. Wil je jezelf de komende tijd toch nog bekwamen in het online leren en wat de kwaliteit van online leren betreft en zo verder? Verwijs ik ook heel graag naar Future Teacher. Future Teacher was een Europees project met Tolnet als coördinator. D-Learning uit Nederland, Noordnet Schoolen en Learning Apps als partners.
En we hebben daar een aantal zaken in ontwikkeld. Een digitale thermometer is een intake waarbij dat je kan zien hoe ver sta ik op het gebied van ICT en leren. De thermometers vind je niet terug op klassement, dat gaat technisch niet. Het kompas is een individuele leerroute. Staat technisch ook niet mogelijk om op klassement. Maar als je dat wil, neem gerust contact op met mezelf of met G-Learning voor de mensen uit Nederland. Wat er wel op staat, zijn allerlei online modules. En we hebben in totaal 70 modules ontwikkeld rond diverse onderwerpen. En je ziet hier de onderwerpen onder elkaar staan. Dus rond online leren, wat werkt er niet. Bijvoorbeeld, hoeveel tekst mag er op een scherm staan? Hoe deel je je scherm best in? Maak je gebruik van afbeeldingen? Wanneer, wanneer niet? En zo van die zaken vind je bij online leren wat werkt. Hoe ga je online leren een design maken? Wat zijn de dingen waar je rekening moet mee houden? Het online leren, de kwaliteit in online leren liever, flip in de classroom en zo verder, vind je hier allemaal in terug. Per module moet je rekenen dat je, als je hier ziet, design online leren, zitten daar 6 leermiddelen in. Als je ze alle 6 wil doen, reken op 2 uur per item, dus 6 x 2, om ze effectief allemaal te gaan doorlopen. Ik zal dat zeker ook niet allemaal tegelijk doen, maar er zijn wel hele nuttige bronnen om op die manier te gaan doornemen en jezelf te professionaliseren als je dat wenst te doen. En dan denk ik dat we eventjes kunnen kijken naar de vragen. Ja, iemand vraagt waar vinden we informatie voor de onderwerpen en tijdstippen van de webinars. In hetzelfde artikel als dat er nu op klassement staat, dus er staat een webinar over pedagogische aspecten bij afstandsonderwijs, daar gaan wij de nieuwe data telkens toevoegen en ook de onderwerpen. Op onze homepage, Katrien, staat dat nu ook, denk ik, aan de rechterkant, als ik niet vergis. Dus ook, kan je misschien inderdaad even tonen op het scherm. Ja, dus als je inderdaad op de homepagina bij klassement komt, heb je hier volg een webinar. Is nog maar net vandaag daar ook toegevoegd. Bekijk data en open de webinars. Dus in dit artikel, dus webinar met pedagogisch advies afstandsleren, staat dus nu degene die van volgende woensdag. Maar we zullen daar morgen vermoedelijk de data voor volgende week. En dus eentje gaat er volgende week zeker zijn rond digitaal toetsen. Maar dan gaan we dat ook hier kenbaar maken en ga je ook daar dezelfde principes dat je vooraf vragen kan insturen tot een bepaald uur, dat wij er dan op ingaan, gaat gehanteerd worden ook voor die webinars. En in principe, nu zijn er veel, de nood is ook hoog, dat merken wij. Maar in principe doet Toonet elke maand minstens 1 webinar. Dus sowieso eentje per maand blijven we ook nadien doen. Maar we vermoeden dat het nog eventjes iets meer zal zijn. En klopt, en even te verduidelijken ook aan iedereen die er is vandaag. We proberen uiteraard een beetje een breed beeld te geven in wat zoals vandaag pedagogisch advies. Maar vaak krijgen we ook de vraag van, geven jullie ook webinars over bijvoorbeeld zeg maar iets, Microsoft Teams? Ja, dat kunnen we spijtig genoeg niet doen. Daarvoor rekenen we ook een beetje op partners van die bedrijven die daar nu vandaag ook wel heel hard aan het werk zijn. Ik zie constant ook webinars verschijnen. Op klassement worden die vaak ook toegevoegd. En eventueel kunnen we ook nog wel de link doorgeven als we een concrete vraag krijgen. Maar zulke webinars die echt van A tot Z een tool uitleggen, dat doen wij spijtig genoeg niet. Maar er zijn heel wat webinars nu actief die dat wel doen. Ja, klopt, Davy. Ik denk dat we dat ook niet kunnen doen. De vraag is zodanig groot naar dit soort webinars dat we dat niet gaan doen. En ook de webinars die we vanuit Toonet al enkele jaren doen, zijn niet toolgericht. Soms is dat wel eens een toolgericht, maar meestal is dat niet toolgericht. Is dat naar het pedagogisch didactisch gericht. Er komt net een vraag binnen voor waar kan ik een handleiding vinden voor Google Classroom? Maar Katrien, ik denk dat je dat gewoon perfect kan demonstreren op klassement. Hè. Op klassement staan er meerdere volgens mij. Ik vermoed van wel. Dus ik ga heel eventjes trefwoord Classroom. Google Classroom. En daar zal, voilà, hier, je vindt heel wat materiaal, basisuitleg Google Classroom. Maar er is bijvoorbeeld hier ook Google Classroom online handleiding.
toevallig weet ik nu dat hij een supergoeie handleiding, een zeer up-to-date handleiding is van Wouter. Ja, klopt. Dus, echt gericht op leerkrachten ook. Ja. Echt op leerkrachten gericht vanuit de praktijk. Wouter is verbonden aan HBO-verpleegkunde in Genk. Maar wat hij schrijft is echt het maximum uit Google Classroom halen als leerkracht. Dus dat is niet aan zijn school gelinkt. Hè. Dat kan op elk niveau gebruikt worden. Dus je kan ze hier downloaden als een extern. Maar ik zou aanraden om naar zijn website te gaan. Daar is altijd alles up-to-date. En ik weet dat hij het vorige week, denk ik, nog een aantal zaken zeer up-to-date gemaakt heeft. Dus dat is een heel uitgebreide handleiding van Google Classroom. Ja. Je kan ze afdrukken, dus je hoeft niet op je scherm te kijken. Maar als mensen mij vragen naar een handleiding van Google Classroom, verwijs ik ze zeer snel naar deze, omdat ik weet dat die up-to-date is. Klopt. Kijk niet naar de datum hier bovenaan, daar is we mee begonnen. Kijk naar deze datum. Dus is zeer up-to-date. Want dat is ook nog iets waar mensen zeggen, oei, dat is iets van 2018. Nee. Het is geüpdate in 2020. Klopt, en daar rekenen we met klassement natuurlijk ook op al die gebruikers, die leerkrachten, die hun handleidingen en tips en artikels en noem maar op, en video's op klassement zetten. Hè. Hopelijk kunnen we vandaag weer een paar mensen warm maken om ook hun kennis te delen. En daar worden we allemaal dan ook rijker van. En een beetje wijzer. Ja. Misschien ook meegeven dat de lat hoog voor talen, dat die snel teruggevuld zal zijn met leermiddelen. De mensen, de developers of de ontwikkelaars binnen klassement zijn er naar aan het kijken. Dus dat komt teruggevuld. Er zal ergens een kleine bug in zitten. Stel je vragen gerust via de Q&A. Ik zou zeggen, het is nu de moment om vragen te stellen. Je merkt ook wel op heel veel, met heel veel van die online tools, die hebben nu wel een grote stresstest. Hè. Ik denk dat bijvoorbeeld Smart School ook vrijdag even offline is gegaan door het grote aantal gebruikers. Dus ook klassement heeft er ook af en toe last van. Maar ik denk dat we allemaal wel een heel grote test aan het maken zijn nu. En hopelijk worden we er ook allemaal een beetje digitaal van als leerkracht, wat geprofessionaliseerd. En kunnen we er nadien ook een beetje meer gebruik van maken als we allemaal de mogelijkheden leren kennen. Hè. En daarvoor zijn we hier vandaag. Ja, ik zag ook nog in de Q&A dat er iemand zei van ik gebruik in mijn live sessies een tekentablet. Dat kunnen leerlingen schrijven. Er zijn heel veel toepassingen. Je kunt ze ook op klassement vinden, whiteboards, en dan kunnen zij zaken, aantekeningen en zo verder op presentaties dat jij geeft. Sommige webinartools hebben dat ook in zich, bijvoorbeeld Zoom heeft dat in zich. Ik kan jullie het openzetten dat jullie kunnen annoteren. Dat zijn zaken die de meeste ook wel kunnen. Ja. Er komt nog een vraag binnen. Is Google Classroom handig om opgenomen filmpjes van Screencast-O-Matic op te plaatsen of wordt YouTube meer gekozen of Google Drive? Als ik me niet vergis, kan je op Google Classroom niet direct zelf een filmpje zetten, maar wordt er automatisch gebruik gemaakt, bedoel ik, van Google Drive dus, of YouTube. Hè. Dus Google Classroom is eerder een portaalsite waar je kan linken naar al je lesmateriaal en daar kan je dan kiezen tussen een video die je op Google Drive zet van je school of op YouTube daar of ergens anders. Dat maakt in principe niet uit. Als er maar naar gelinkt kan worden, dan kan je het op Google Classroom zetten. Ja, klopt. Ken jij nog toffe sites voor vakantietips voor leerlingen, Katrien? Die vraag komt ook binnen. Daar gaan we eens over moeten nadenken, denk ik. Dat denk ik ook, dat we daar eens moeten over nadenken. Ik denk dat je zeker heel wat knutseltips, als het dat is dat je bedoelt, kan vinden ook op klassement, op eender welk niveau. Dat ga je er zeker ook wel... Want ik ging normaal skiën deze vakantie, en dat spijtig genoeg. Knutselwerkje met een skilift of zo, Davy. Ja, dat is waar, ja. Ik zie ook binnenkomen, wat is jullie voorkeur voor leerkrachten die nu echt van nul starten? Ik denk dat je heel klein moet beginnen, dat je niet met 10 tools tegelijk
Dat lukt niet. Dus eerst al kijken van, bestaat er iets voor mijn vak? Ja, het is een beetje afhankelijk van in welk onderwijsniveau dat je lesgeeft, wat er bestaat. Dat vooruit te gaan inzetten. En misschien naar één tools te kijken en bijvoorbeeld te starten met heel eenvoudig een korte live sessie te plannen in eender welke tool. Die zijn op zich makkelijke tools, maar weet dat je dan best ook een afsprakenkader erbij hebt van dat kan en dat kan niet, kwestie gebruik van microfoon en zo verder. Maar dat zijn heel eenvoudige zaken die leerlingen ook wel appreciëren van ik heb echt in mijn omgeving nu gehoord van wij missen onze vriendjes wel en wij hebben geen contact met hen. Dus ik denk dat dat al heel veel kan oplossen buiten de leerstof. Hè. Dus dat ze toch wel die contacten hebben en dat dan die leerstof ook wel zal volgen. Ja, klopt. Ik denk met kleine kindjes de praatbox.be bijvoorbeeld, zou ik echt wel aanraden. Je hebt er geen account voor nodig, gewoon een link die je maakt als leraar. En je spreekt gewoon op een bepaald moment af dat je daar bent als leraar om vragen te beantwoorden. Maar je leerlingen kunnen die ook gewoon gebruiken, letterlijk als praatbox. Hè. Als ze gewoon elkaar missen, kunnen ze elkaar ook daar terugvinden. Hè. Ja. Mijn zoon doet er nu spijtig genoeg alleen op de PlayStation. Dus ik zou ook wel, wel graag hebben dat hem liever wat educatieve tools gebruikt dan enkel die dingen. Maar we hebben inderdaad na de vorige week dat we Praatbox een aantal keren hebben vernoemd. Leerkrachten die ons achteraf mailden van ik heb dat gedaan en dat was zo eenvoudig. Dus in het werkveld wordt het ook wel effectief op die manier gedaan. Hè? Ja. Dus als ze het inzetten, dat ze dan achteraf schrikken van oh, was het dat maar eigenlijk. Hè? En zoals Davy zegt, je kan perfect, als je ene aanmaakt, kunnen leerlingen daar ook op andere momenten in. Om eens met elkaar, zonder dat jij erbij bent. Maar dat is absoluut niet erg. Hè. Als ze nood hebben aan een babbeltje met de beste vriend of vriendinnetje, kan dat op die manier ook. Ze moeten alleen afspreken en het samen open hebben staan. Klopt. En als leerkrachten hebben ze ook wel vaak een beetje schrik om dat meteen met de leerlingen te doen. Maar natuurlijk, probeer dat misschien eens eerst uit met familie en vrienden, hè, want daarvoor kan het ook perfect gebruikt worden. Of met je partner of met je eigen kinderen. En eens dat je een beetje de techniek onder de knie hebt van microfoon afzetten, webcam afzetten, scherm delen. Test dat eerst eens even uit in een kleinere groep waar je eigenlijk misschien wel eens kan falen. En falen kan altijd, daar leer je uit. Maar inderdaad, eens dat je dat een beetje meer onder de knie hebt, dan kan je het zeker direct met je leerlingen gebruiken. Om de vraag ook te antwoorden, werden de vorige en deze webinar opgenomen? Ja, alle webinars zijn opgenomen. Diegene van vorige week staan al open op het YouTube-kanaal van Klassement. Nog niet op Klassement zelf, dat komt er deze week aan. Maar ze zijn vandaag beschikbaar gesteld op YouTube. Ook deze is opgenomen en volgt in de loop van de week. En ook de volgende, telkens als wij een webinar doen, neem hem op en komt hem beschikbaar. Ook alles wat gevraagd is in de Q&A zal beschikbaar komen op Klassement. Geef ons alleen een klein beetje tijd om alles te verwerken. Het is niet dat we de Q&A kunnen downloaden en uploaden. Het is iets meer werk. Maar we doen ons best om dat ook zo snel mogelijk online te hebben. En Frauken heeft er zin in, zegt ze. Ze heeft zin om te starten. Ze kent er nog niks van. Was leuk om te lezen. Ja, zeker. En nogmaals, als je vragen hebt na dit uurtje, het forum op Klassement, en er staan heel wat mensen klaar om jullie daar mee te ondersteunen en te helpen antwoorden en zo verder.